Welkom terug bij deel 2 van Mindtricks en nu in de online omgeving van BusinessNL. Dus tof dat je er weer bij bent, want waar we het over gaan hebben is net even een andere kijk op het omdenken en de Mindtricks die ik je in de aflevering op televisie heb meegegeven. Want waar we het over gehad hebben is op het moment dat je een gedachte hebt waarbij het eigenlijk de kant op gaat die je niet wil, hoe we daar zo ver mogelijk vanaf blijven, namelijk de kant die we wel op willen gaan. En wat er vaak gebeurt is dat we onszelf vastdenken. Dus op een gegeven moment dan lijkt het alsof we vastzitten, dat we problemen ervaren binnen onze business. En dat komt omdat we ons oftewel laten leiden door de omstandigheden, of dat we ons focussen op gedachten die ons niet helpen naar waar we naartoe willen. Bijvoorbeeld de gedachte, ik kan het niet. Wat doet dat? Het triggert een hele hoop ideeën en antwoorden die ervoor zorgen dat je het niet kan. De reden namelijk, waarom kan ik het niet? Op het moment dat je een andere kant op wil bewegen, dat je naar de oplossing toe wil gaan, dan moet je jezelf andere vragen gaan stellen. Dus waarom kan ik het niet, wordt hoe kan ik het wel? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het wel ga behalen? Want wat doet dat? Het triggert hele andere antwoorden, namelijk allemaal redenen waarom je het wel kunt behalen. Tegelijkertijd zien we dit vaak op persoonlijk vlak terugkomen. Want op het moment, en daar hadden we het in de eerdere uitzendingen over, dat je merkt dat het op privé niet zo goed gaat, dat het in business ook niet zo goed gaat, dan heeft het vaak te maken met jou als persoon. Wat gaat er door jou om? Wat gaat er in je om? Wat gaat er door je heen? Wat zeg je tegen jezelf? En hoe kun je dat omdraaien naar een positief verhaal dat zorgt voor antwoorden die je juist wil krijgen binnen je business? Bijvoorbeeld, hoe kan ik ervoor zorgen vandaag dat ik het maximale uit mijn dag ga halen? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik vandaag maximale energie kan ervaren? Allemaal antwoorden die jou gaan helpen om het doel makkelijker te gaan behalen. Denk daarover na, welke vraag kun je positief formuleren en kun je jezelf zo stellen dat je veel sneller, veel harder en veel gelukkiger door het leven kan gaan en uiteindelijk je business kan runnen op de manier die jij het liefste wil.